In het gebouw van de Rotterdamse reclassering is een bijzonder bedrijfsrestaurant dat gerund wordt door Sue. Ze leidt daar een team jongeren op uit het speciaal onderwijs, zodat ze door kunnen stromen naar een gewone baan. Ik heb er eigenlijk heel veel zin in. Ik heb altijd gezegd, als ik nooit acteur of regisseur zou worden, dan had ik heel graag iets met jongeren willen doen. Met moeilijk opvoedbare jongeren of jongeren met een probleem. Hey, goedemorgen, goedemorgen allemaal. Hi. Hallo. Ik ben Remy. Hoi. Hi, Sue. En ik kom jullie vandaag helpen in de keuken. Helemaal leuk. Loop even mee. We gaan allemaal lekkere dingen maken vandaag. Dus ik hoop dat je een beetje kan koken. Niet echt, maar jullie gaan me leren. Jullie gaan me vast wel helpen. We gaan jou van alles leren. Oké, hartstikke goed. En we gaan Marcaans kippensoep maken. Oh, heerlijk. Zij zijn de kip al helemaal aan het plukken. Hebben we gisteren al bouillon van getrokken. Dit gaan we gebruiken om de couscous te maken met zoete aardappel en pompoen. We gaan de broodjes kaas met wasabi. Ik ben heel benieuwd. Tosti. En quiche met zoete aardappels zie ik ook. En spruitjes. Jullie maken het me wel heel moeilijk. Ik kan niet zo goed koken. Je hebt toch stiekem, of je nou wil of niet, vooroordelen. En het moment waarop je daar komt en je voelt de sfeer, dan ga je gewoon. Hoe lang zit jij hier eigenlijk, Jennifer? Bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar. En heb je het naar je zin? Ja. En vind je het heel leuk hier? Nou ja, gezellig. En wat vind je het gezelligst? De sfeer. Het bijzondere aan het restaurant zijn de jongeren die hier werken, de mensen die hier werken. Het zijn jongeren met een verstandelijke beperking. En dat kan van alles zijn. Iedereen die hier werkt is anders. Ze zijn niet in een hokje in te delen. Dat maakt het zo mooi. Alles werkt naast elkaar en met elkaar. En accepteert elkaar. Er zijn heel veel van dit soort plekken waar 1 keer per week alle boodschappen gebracht worden. En wij streven erna om de jongeren de wereld in te sturen en naar de producten toe te laten gaan. Je gaat naar de Turkse winkel en dan moet je die broden halen. Die ronde zijn. Ja, van die ronde van broden. De cirkel. Ja. En als ze hebben, ook bruine. Ja. En dan, als ze het hebben bij de Turkse winkel, mag je rucola meenemen. Dat ligt bij Albertijn. Je moet eventjes kijken naar wat voor sla ze hebben. En als ze sla hebben, moet je het meenemen. Het hoeft niet per se rucola te zijn. Okay. Een van onze voorwaarden is als ze hier komen werken dat ze zelfstandig kunnen reizen. Nou, dat is niet bij iedereen het geval. Dan leren we ze dat. En een van de jongeren die dat dus niet kon, die zijn hele wereld is veranderd. Hoe bedoel je die dat niet kon? Die kon dus echt niet in zijn eentje. Nee, deed alles met taxis. Oh, echt waar? Ja. En nu heeft hij zijn eigen OV-kaart en hij is gek op treinen. En dan gaat hij na zijn werk naar Centraal Station, gaat hij naar treinen kijken. En heeft hij verteld over zijn eerste ervaring toen hij echt dat alleen heeft gedaan? Ja, dat was heel bijzonder voor hem. Dat was echt een soort droom. Die zelfstandigheid was voor hem echt een droom. Hey, oh, jij bent terug. Wacht. Ja. Kijk, hij is terug. Jij bent terug. Gaan we eens even kijken wat... Ja, dankjewel. Ik ben terug met de boodschappen en de broodjes en met de rucola. En met de rucola. Dus je bent en naar de Turkse winkel en naar Albert Heijn geweest. Ik heb de bonnetjes en het geld terug. Oh, je hebt de goede broden meegenomen. Dat is heel fijn. Het gaat namelijk niet altijd goed. Hoe bedoel je, het gaat niet altijd goed? Wat gaat er dan mis? Nou, dan stuur ik ze op pad voor olijfolie. Ja. En dan schrijf ik het op en dan laat ik de fles zien van olijfolie. Zo ziet het eruit. En dan komen ze terug met 3 potten olijven. Oh. Of totaal andere dingen. Hoe komt dat dan? Slaan ze dat niet op? Of? Ja, dan hebben ze het olijven onthouden. En dan dat olie, dat is weg. Dus dan lopen ze de winkel in. En het eerste wat ze dan zien, olijven. En dan gaat het in de tas. Maar wat we nu vaak doen, maken we op de iPhone een fotootje. Oh, wat goed. En dan laat ik zien hoe het eruit ziet. En dan gaan ze de winkel in en dan... En dan kunnen ze zo die vakken langs en dan weten ze het. Oh, fantastisch. Oei, jij staat bij de soep. Dit is kippensoep, dat weet je toch wel? Dit is kippensoep, dat weet ik. En wat is... Miso-soep, dat is iets... dat is heel gezond is en omdat...
deze miso soep komt uit van Japan. Komt uit Japan? En er ziet er wel gezond uit. Het ziet er heel gezond uit en ik ben ook heel benieuwd hoe die gaat smaken. Uit Japan, zeg je, hè? Eerst gaan blazen, omdat er is heet. Eerst heel lang blazen. Moet je wel iets heel goed, hè? Mmm. Dat is wel lekker. Ja, lekker, hè? Ja. Is die. Ja. Wat ik echt fantastisch vind, ze ziet de jongeren voor wie ze zijn. En ze bekijkt ze gewoon als individu. Jij bent zo, jij bent zo, jij bent zo. En daar gaat ze mee om. En dat vind ik heel bijzonder. Dat vergt heel veel tijd, heel veel nauwkeurigheid en ook heel veel menselijke liefde. En dat vind ik echt heel mooi. De hele ochtend is er hard gewerkt om op tijd de lunch af te hebben voor het personeel van de reclassering. De taken worden verdeeld en de lunch kan beginnen. Angelique, jij gaat couscous doen. Daphne, ga jij de kassa doen? Wie gaat soep doen? Dat gaat Denise doen. Leonard, Surinaamse broodjes, ga jij doen? Ja. Hoe ben jij met geld? Hoe ben jij goed, met rekenen? Goed. Hoe vind je het eten hier? Geweldig. Voor ja? 5 euro en 50 cent. Het is veel gezonder. Als ik ooit van baan zou veranderen, dan wil ik bij Soe gaan werken. En dat meen ik. Echt waar. Jongens, ik wil jullie bedanken. Ik vond het echt fantastisch. En het is ook heel bijzonder. Het was echt heel bijzonder om hier te zijn. Dank jullie wel. Dank je wel dat jij er was. En nu ga ik lekker eten. Ik ben heel benieuwd. Niet lekker? Heerlijk. Net zo lekker als je moeder. Bijna net zo lekker als mijn moeder. Maar wel lekker.